dan zo langzamerhand ontstaat dat dan. Maar begint het niet in je hoofd? Ja, dat zit al maanden in mijn hoofd. Ja? Ja, voordat ik begin zit. En dan maak ik die schets. En dan staat het schilderij er zo op. Maar dat het pas afgeschilderd is, dat duurt maanden. Maar hoe ontstaat nou zo'n beeld in jouw hoofd? Hoe gaat zoiets? Nou, door te kijken buiten, hè. Dat zie ik allemaal. Dat zie ik. En van die duikers, die zitten in die grachten, werken ze daar. En dat heb ik dan zo gezien. Daar maak ik dan een schets van. En zo langzamerhand wordt het dan een schilderij beter, want ik ben ook met een project van Fabiola bezig. En ik hoop dat ik daar in de toekomst flink aan kan werken. Mm-hmm. En nu is er ook een boek over je geschreven, door Metje. Ja, dat komt. Metje en ik woonden naast elkaar, hadden allebei een atelier in NS. Mm-hmm. Zo hebben wij elkaar leren kennen. En zo zijn we met elkaar gaan praten en dat heeft ze allemaal opgetekend. Over jaren natuurlijk, hè. Uh-huh. En zo is dat boek ontstaan. Ja. En wat vind je daar nou van, dat je dat zo allemaal terugleest? Nou, dat is je eigen leven. Ja, dat vind ik wel heel apart eigenlijk. En ik kijk in de spiegel en dan denk ik wel eens, ben ik dat nou, weet je? Ja. Ja. Uh-huh. En dan staat er, op de titel staat... Een kissie vol leugens. Ja, dat is namelijk zo. Wat betekent dat, ja? Mijn vriendjes vroeger, daar had ik altijd hele grote fantasieën bij. En daar waren ook altijd leugentjes bij. En die vriendjes noemden mij toen kissie met leugens. Zo is het ontstaan. En waarom dan? Nou, omdat ik van alles van fantaseerde, wat natuurlijk niet allemaal waar was natuurlijk. Uh-huh. Maar als mensen nou het boek gaan lezen, lezen ze dan ook een kissie vol met leugens? Enigszins wel, maar niet helemaal natuurlijk, want er loopt een draad van het leven doorheen en dat is geen leugen natuurlijk. Hè. En wat is de draad van het leven? Nou, dat zie je wel als je het boek leest. Ja. Dat is van kind af aan. Tot nu aan toe. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, en ik heb ook het verhaal gelezen over David. Ja. Maar dat is geen leugen. Nee, dat hebben we allemaal meegemaakt. Dat heb je meegemaakt? Ja, allemaal mee. Ik heb de Joodse kinderen ook allemaal weg zien slepen in de overvalwagens door de Duitsers. En daar zat ik tussen. Midden zat ik daarin, dat was ook vreselijk gewoon. En dat was een vriend? Dan zeg ik niet nee tegen met je. Dit is het resultaat. Ik ben heel benieuwd, dank je. Van het heel harde werken. En dan, ik heb ook nog twee mensen die hier heel hard gewerkt hebben. En dat is Chris en Carolien. Chris is nu even bezig met de belichting. En die hebben eigenlijk al een boek van mij gehad. Maar dat maakt niet uit. Ik wil ze heel erg bedanken. Ze hebben dus de spotjes opgehangen. En de schilderijen opgehangen, dus hebben ons heel goed geholpen. Ik heb ook nog een neef hier, een neef. En die heeft een schilderij over mij gemaakt. Kom maar hier. Ah. Fantastisch. Heel erg bedankt, Willem. Alsjeblieft. Ja, over mezelf las, wist ik ineens dat ik een zondagskind was. Ondanks de ontberingen van de oorlog en de ouders die niet gelukkig waren. Ik heb mezelf gelukkig gemaakt door te schilderen en te tekenen. Er was geen geld, dan gebruikte ik afgebrande lucifers om te tekenen met een beetje Oost-Indische inkt. Er was geen vrouw om me heen en die fantaseerde ik dan graag. Maar mijn eigen vrouw was toch het levende bewijs van liefde en trouw, waar ik zelf het niet zo nauw mee nam. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom
bij deze gelegenheid. En ik hoop, als u iets meer wilt weten, dan kunt u dat vinden in mijn boekje. Vandaag zijn wij op het feest van Theo Hermans. En hij heeft ook een hele mooie tentoonstelling van zijn schilderijen gemaakt. We gaan eens even vragen aan de mensen wat ze ervan vinden. Ook niet verschrikkelijk, al die blote borsten en al die blote billen. Ik hou er wel van. U houdt er wel van? Ja, ik vind dat de natuur. Kijk, dan kan je niet discussiëren van wat heeft die mevrouw een lelijke jurk aan of wat heeft ze een lelijke broek aan. Ja, dat is de natuur. Maar alle mannen hebben wel dikke buiken, hè? Nou, ik ook een beetje. Geweldig. U kunt zo op een schilderij. Het is ook de naakte waarheid. De naakte waarheid. Kom boven. Dank u wel. En hij durft ook inderdaad de erotische aantrekkingskracht te tonen. Dames die bloot zijn zonder hoofddoek. Ja. Maar die linker, die vind ik heel mooi. Die linker is wel heel mooi, hè? Is echt, ben ik helemaal verliefd op. Super. Ga je hem kopen? Nou, wie weet, maar ik vind die kont wel heel erg interessant. En als u nou zo'n dame ziet op zo'n schilderij, denkt u, oh, dat is mijn vrouw? Nou, dat niet, nee. Nee? Nee, daar heb ik weer andere gedachten bij. Ziet liever de kont van mijn eigen vrouw. Oké. De kont van zijn eigen vrouw is mooier dus. Veel mooier. Veel mooier. Ik vind het wel iets hebben, eerlijk gezegd. Ik ben een vrouw, maar ik vind de schilderij erg mooi. Maar waarom kan dit dan wel? En tegenwoordig kan bloot niet meer, maar waarom kan dit dan wel? Nou, ik vind dit wel echt wel netjes. Netjes geschilderd, ja. Ik vind het echt een verrijking om te zien. U bent meneer Blaak, hè? Ja. Bent u familie? Ja, ja. Een achternicht van mij. Een achternicht van u? Ja. Haar vader is een broer van mijn opa. Aha. En heeft u wel eerder een boek van Metje gelezen? Hoe zeg je dat? Heeft u wel eerder een boek van Metje gelezen? Ja. Ja, het vorige boek. Ben ook bij de boekpresentatie geweest. Dus. Ja. Maar er staan natuurlijk niet van die schunnige verhalen in als Theo nou heeft geschreven. Dat weet ik niet. Daar laat ik mij verrassen voor Theo zijn boek. Dus dan weet ik nog niet waar dat allemaal in staat. Maar u ziet toch die schilderijen hier? Dat kan toch allemaal niet? Nou, waarom niet? Nou? Alles moet dat kunnen, nou niet? Twee verschillende dingen. Ik heb het niet in handen gehad, maar ik heb het wel helemaal gelezen. Want ik kreeg het namelijk als pdf. Met het verzoek om het te lezen en om er een klein commentaar bij te schrijven. En dat heb ik gedaan en dat staat voor in het boek. Wat leuk! Dus ik heb het als eerste gelezen. Hey, en gelachen? Gelachen, ontroerd, ook wel natuurlijk. Verbaasd. Ook wel, ja. Je hebt hem al gekocht? Ja, tuurlijk. Heb je de voorkant al en de achterkant al gelezen? Nee, de voorkant wel, maar de achterkant nog niet. Ach, maar hoe ga je dan een boek kopen als je dan helemaal niet weet wat de inhoud is? Waarom? Nou, ik ken Theo een beetje. En ik ken Metje redelijk goed. Heb je meer boeken van haar gelezen? Dit is volgens mij boek 8. Boek 8, het is een echte fan. Ja. Hey, en de schilderij, heb je die gezien? Ja. Je bedoelt het schilderij wat Willem gemaakt heeft? Nee, de schilderijen die Theo gemaakt heeft. Ja, heb ik ook bekeken. Ja. Bloot, hè? Helemaal goed, toch? Oh, het is helemaal goed. Gelukkig maar, hè? Ja, ik heb nog niemand gezien die het niet goed vond, hoor. Maar ze durven het gewoon niet te zeggen. Maar het is echt wel heel erg bloot, die billen. Helemaal goed. Maar als je stelt dat je nou miljonair was, zou je zo'n schilderij durven kopen? Jawel hoor. En nu ook wel. Matje, wat heb je nu gedaan? Ja, ik heb een biografie geschreven over een man. Die eigenlijk de ondeugendste man was van Amsterdam in de 19e eeuw. Dat noem je ondeugend. Die man heeft alles gedaan wat van God los is. Hij heeft gestudeerd voor pater. Misgegaan. En toen heeft hij dus eigenlijk alles gedaan wat God verboden heeft. Maar ja, wat heeft God nou verboden? Wie zegt dat? Nou, hij heeft inderdaad in het begin wel God gevolgd, maar later niet meer, hè? Nou, eigenlijk was het zo dat hij graag wilde leren. En het enige dat hij dat daar geld voor was, was naar het seminarie te gaan. Maar hij is ook opgevoed door een tante, een hele bijzondere tante. Wat was dat voor tante? Ja, tante Miep. Dat was de koningin van de Wallen. Die had allerlei ramen. En daar logeerde hij als kind.
En dan ging hij allemaal psalmen zingen boven de peeskamertjes. Oh, en hij liep ook langs de peeskamertjes, hè, als kind zijnde. Daar heeft hij toch al die billen vandaan? Ja, hij schildert dus zijn verleden. Dus er zijn alle tantes van tante Miep die allemaal voor het raam zaten met blote billen. Hij zag dus, eigenlijk kwam hij dus de kamertjes van achteren binnen, zag hij de blote billen. En dat zit nog steeds in zijn hoofd. En hij deed boodschappen voor de vrouwen. Hij had wel veel tantes, hè? Hij had ontzettend veel tantes. Maar later had hij ook veel tantes, maar het waren andere tantes. Ja, ja, zijn arme vrouw, hij hield zielsveel van haar, maar trouw blijven was iets anders, hè? Nou, het woord trouw kent Theo niet. Maar het boek is helemaal een openbaring, zeg maar. Dat is echt helemaal nieuw voor me. Ik heb het één hoofdstuk kunnen lezen. Heb jij het helemaal kunnen lezen al? Ik ga er vanavond aan beginnen en ik beloof je, morgen is het uit. Nou, dat is altijd wel makkelijk. Maar wist jij dat al, dat het een kissie vol met leugens was? Nee, dat wist ik niet. Verbaast me ook wel. Dat vind ik niks voor Theo. Nou, dat is niet waar. Ik vind het juist wat voor Theo. Nou, ik niet. Ik bedoel, hij ligt in de sooplogie ook alleen maar. Ja, maar dat is anders. Dat is acteren. Oh, dat is anders. Dat is acteren. Ja, dat is toch hetzelfde? Hij doet alles in één. Ik weet niet. Ik loog nooit tegen jou in de soap. Dat is waar. Daarom waren het ook de mooiste bedscènes. Ik zou zeggen, lees het boek. Dankjewel. Het geheim van de sjaals. Al mijn energie stopte ik in het beschilderen van sjaals. Hoewel Jos nog steeds geen distributielijn voor elkaar had, elke dag vond hij dat ik er niet genoeg had gemaakt. Maar Jos, je hebt nog niet eens een afnemer. Ja, dat klopt. Maar als ik die krijg, dan moeten hier stapels liggen. Zelf had ik wel afnemers. Dat waren jonge vrouwen. Ze wees me de deur. Midden in de nacht stond ik op de Weteringschans, bij Jos voor de deur. Slaperig deed hij open. Hij slofte door de kamer, pakte de jeneverfles, schonk voor ons allebei een borrel in en zei, zonder dat ik een woord gesproken had, het zat eraan te komen. Terry vroeg mij 2 dagen geleden of we al afnemers voor de sjaals hadden. Ik heb het een beetje in het midden gelaten. Ik heb gezegd dat we in consignatie hadden neergelegd bij verschillende kleine winkeltjes. De mooiste meid kon me niet boeien. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Mijn geslachtsdeel werkte niet meer. Ik was bezig de zoveelste sjaal te beschilderen toen Jos Heijgen binnenkwam. Hij gooide een papier op tafel en zei, ik kon er 100 kwijt in de bijenkorf. Zaterdag liggen ze in de winkel. Ik kon niet wachten om het aan Terry te vertellen en gooide mijn schilderspullen neer. Terry sloot me weer in de armen en zei, 1000 maal excuus. Ik wist echt niet dat ze bij de bijenkorf te koop waren. Ik ben wees kijken en eerlijk gezegd was ik zo trots op je dat ik er een gekocht heb. Bij de kassa heb ik heel hard gezegd dat dit de mooiste sjaal was die ik ooit gezien had. Theo bleek familie te hebben, een tante Miep op de Wallen, die een zaak had die handelde in de geneugten van het kruis. Dat seminarie bleek Theo uiteindelijk niet te bevallen en als ik de tekst op de achterkant van het boek mag geloven, ging hij een boeiend en inspirerend kroegleven tegemoet. Kissie vol leugentjes, dat wordt een bestseller. Ja, en zo ziet Theo Hermans het graag. Dus is het tijd voor een alleropkikkerendst en onvergetelijk vuifje vandaag. Theo of Klaas, van harte proficiat.